Welkom met alles en ook zo met Zuilenpark. Gezellig, ik zal niet meer gaan, maar ik ben er weer. En ik ben vandaag met Alt en Nieuw met vuurwerk. Nee, ze zijn aan het hakken. Maar we ontmoeten Alt en we ontmoeten Nieuw. Kijk mee, we maken een filmpje. Staan we met de Nieuw, zeg maar. Want dat is wethouder Karsten Klein. Die is voor het nieuwe gedeelte. Alt praten we zo mee. Wethouder, speciale dag vandaag. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Dit is wel bijzonder. Het gaat nu echt weg gewoon. Ja. En ja, dit is nodig om een nieuw begin te maken. Voor de sportcampus die hier gaat komen. Want die gaat er toch komen, hè? Hij gaat er komen, ja. Een beetje afgeslankte vorm wat ze eerst vertelden allemaal. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk, omdat Vestia is weggevallen, zijn de plannen aangepast. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de plannen mooier vind geworden. Okay. Want hij wordt iets lager. Ja? Hij zal niet heel erg boven de bomen mee uitkomen. En alle sportieve functies voor de amateursport en voor de topsport zitten er gewoon in. Dus ik vind het plan, eerlijk gezegd, vind ik het er beter op geworden. Wanneer kan haar genezen genieten van de nieuwe sportcampus? Wanneer is dat? Hoe lang gaat het duren? Nou, bijna 2 jaar. We hebben in september 2014 gaat hier echt de eerste paal de grond in. En juli 2016, dan zal die worden opgeleverd. Zodat de studenten van de HALO ook en van de ROC Mondriaan, zodat die in het nieuwe collegejaar ook kunnen beginnen. En dat vinden we heel belangrijk. Want die hebben ook een plek nodig natuurlijk. Exact. Ja, en de oudste HALO van Nederland. Ik bedoel, in Den Haag. Hè, de allereerste academie voor lichamelijke opvoeding. Ja. Die gewoon echt uit zijn jasje gegroeid is. Het is allemaal abacadabra voor mij, hoor. Ja, dat zal wel. Ik ben niet verder dan de lagere school gekomen. Maar de HALO ken je toch wel? Nee, ik ben nog uit de tijd van de MULO en de... Zo, dat soort dingen. Dat soort dingen. Ja. Nou, de HALO is wel bekend. Okay. En die krijgt nu echt weer een nieuwe plek hier in het Zuiderpark. En dat is gewoon geweldig. Daar ben ik wel heel blij mee. En met Lex hier is ook gezellig natuurlijk. Met Lex is het altijd gezellig. Ja, ja. En ik vind het heel leuk dat hij erbij is. Ja. Als iemand iets over de historie kan vertellen, is het Lex wel. Dus vandaar dat het hartstikke leuk is dat hij hierbij is. Hoe is het, we praten nou toch even met u. Hoe is het met de financiën bij ADO?
Dat gaat de goede kant op, moet ik zeggen. Ja. Ja, wij hebben daar echt veel overleg over. De gemeente sinds nu een paar jaar ook gewoon toezicht erop. Ja. Goed overleg met de directie en met de Raad van Commissarissen. En ik moet zeggen, dat gaat nog steeds langzaam, ja, maar nog steeds wel de goede kant op. En dat is wel belangrijk voor de gezondheid van de club. Okay. En als jij maar in blijft zetten voor de club, hè? Ik doe mijn best. Mijn stem hebt hij. Ja, vroeger Pieter Vink. En dan Kars de Klen. Ja, zo werkt het gewoon. We tokken ook nog even met Lex, hè? Dus ga dan niet sappen en doorspoelen. Komt nog meer. Oh ja? Ja!
auto in te lopen, als je ook veiligheid hebt op een parkeerplaats, dan gaat het gewoon misschien daar dus die plek zeg maar, waar het nu is, is gewoon daarvoor gewoon veel beter ook voor andere soorten. Ja, nee, dat kan. Yo, nou dan had ik het over oud en nieuw. Nieuw was Karsten Klein, de wethouder. En ja, met Lex heb ik. Nou, dat valt van mee, Lex, want ik heb je in Spanje bezig gezien. Je bent nog een jonge god. Ja. Die jongens instrueren van je moet dit doen, tegen Mikey ook vertellen de dingen. Maar dan zijn we hier, we zouden eigenlijk niet meer terug gaan kijken, dan staan we hier weer. Ja, maar dit is wel een historische dag. Ik bedoel, ik heb hem opgebouwd zien worden, nou zie ik hem echt gesloopt worden. Ja, echt, hè? En dat is natuurlijk wel iets om goed af te sluiten. Om heel goed af te sluiten en de mensen van de gemeente wilden toch er iemand van Aalen bij hebben. Ja, dan komen ze bij mij omdat ik hier toch wel het langste een beetje rondloop. Ja, toch man? En nog steeds. Ja, nou ja, ik hoop nog een paar jaar rond te blijven huppelen en dan vind ik het wel goed. Ja, oké. Okay. Nou, dit was onze bijdrage in spannende filmpjes. Wij zeggen gewoon, dit was het Adelsjournaal. Latas. Nee, toedeledoe. Even overnieuw, Lex. Latas is het, maat. Oh ja. We zijn van deze tijd, hè? Oh ja, latas. Latas. Kijk, zie je, Lex kan het ook.